Voor het komende studiejaar zijn 60 studenten toegelaten tot de opleiding geneeskunde op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. 15 gaan voor de opleiding fysiotherapie. De aanmelding voor deze medische opleidingen ligt echter hoger. Voor de geneeskundige opleiding zijn er 205 aanmeldingen genoteerd en 26 voor de opleiding fysiotherapie. Heeft de loting plaatsgevonden in de congreshal nadat een aantal studenten direct zijn toegelaten vanwege hun excellente cijfers. Wij voeren u terug naar de loting, gevolgd door reacties van studenten. En dan gaan we verder. Jan Suyang Deng, Rajiv Harpal, Sital Jagannath, Sherin Kalu, Kajal Kunkun. 158 is voor mevrouw Wijsman. Nou, het is een groot moment voor mij, want je weet wanneer je daar zit, heb je echt zenuwen om te kijken van hey, ga ik het halen, kom ik binnen de loting of niet. En dan wanneer ik ga trek nummer 52, dus ik was echt blij. En nou, ik ga er het beste van maken. Ga mijn hart inzetten en ja, met God naast me zij en mijn familie dit moment, dan lukt het wel. Dat. Dus je was helemaal opgelucht toen je zag nummer 52. Natuurlijk heb ik het zo gegild toen ik het heb gezien. Want je moet je eitje openmaken, dan zie je je nummer je hebt getrokken. En ik was like 52! En dan wisten ze van gefeliciteerd. Dus het was echt een opluchting voor mij. Het betekent heel veel. Het betekent zo van dat ik nooit ga opgeven. Je moet altijd door blijven inzetten. Er zijn meerdere opties, dus ik zal wel kijken wat ik verder doe. Maar dit wil echt niet zeggen dat ik ga stoppen. Dus ja, je hebt nog je oog op een andere studie dat je zou kunnen doen? Ja, ik ga misschien naar het buitenland volgend jaar. Dus dat ga ik nog steeds daar proberen, in Cuba. Of ik doe wiskunde, want ik ben ook echt goed in wiskunde. Dus dat is mijn tweede optie. Dus daar het niet met medisch kan lukken, denk je dan aan wiskunde? Ja, denk ik aan wiskunde, ja. Tot zover enkele reacties van studenten die zich hebben aangemeld voor de medische opleidingen op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De loting vond gisteren plaats in de congreshal.